Het personeel bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij Suriname SWM is weer aan het werk. Dit bevestigt bondsvoorzitter Dwayne Cairo tegenover de redactie. De acties die op zaterdag 12 maart begonnen zijn vanmorgen na middernacht opgeheven. De vakbondsleider zegt dat het personeel heeft besloten te werken en het protest te stoppen en voorlopig akkoord te gaan met een bedrag van 10.000 SRD als compensatie op de cao-onderhandelingen die sinds 2021 lopen. De mensen zijn akkoord gegaan met het bedrag en volgende week praat de bond verder met de directie over de loonaanpassing die nog steeds als eis overeind staat. Cairo stelt dat het personeel graag heeft dat zij mogen werken in rust en zich kunnen focussen op de volgende cao van dit jaar nog. Gisteren bood de directie eerst een bedrag van 8.000 SRD, wat niet in goede aarde viel. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt voor 10.000 Surinaamse dollar, meldt Cairo.